Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van The Hunter. Dit is een speciale aflevering, al zeg ik het zelf, want ik heb een nieuwe microfoon. Misschien kan ik je wel eventjes laten zien. Ik heb de Samsung C01U voor mijn neus staan. Die wel weer goed zetten. We zijn vandaag weer in Red Feather Falls. Misschien dat jullie ander geluid horen of af en toe dat jullie ander geluid horen, want ik weet nog niet precies hoe het werkt. Het is voor mij ook allemaal nieuw. We zijn vandaag weer in Red Feather Falls, zoals ik net al zei. En ik heb een paar nieuwe dingetjes die ik jullie graag wil laten zien. Ik heb een nieuwe boor met een rangefinder. En er zit een dier er doorheen te schreeuwen, maar dat maakt niet uit. Zoals jullie zien, kun jullie boven aanzien dat het 16 meter is en dat ik het bovenste pinnetje moet gebruiken. Nou, misschien weten jullie dan denk ik al. 16 meter, dat bovenste pinnetje moet ik gebruiken om te schieten. Ik heb ook het .22 LR ammunition. Dit is voor vogels. Alleen in dit research zeg je vogels, zeg ik kalkoenen, fasanten of konijnen of weet ik veel wat. Dus deze gaan we wegdoen. En ik heb een nieuw pistooltje. Dit is de .44. Ja, de .44 Nozzle Sporting Handgun. Die heb ik ook nieuw. Die neem ik ook mee. En we gaan vandaag een keertje een ander wapen meenemen. We gaan vandaag deze een keertje meenemen. Hebben we die voor nodig? Oh ja, er is maar eentje. Boog hebben we, fazanten hebben we hier niet. Die hebben we ook niet nodig. Die hebben we wel nodig. We nemen extra ammunition mee. We hebben die nodig. Even kijken, wat hebben we allemaal nodig? We hebben op elk kunnen we jagen. Hebben we die nodig. Op die hebben we ook nodig. Die hebben we niet nodig. Ja, ik weet het allemaal uit mijn hoofd wel, dus ik doe het even gauw. Die wel. En ik heb ook een nieuwe equipment. Moet ik die hebben? Nee, ik heb ook een nieuwe binoculars. Dus een nieuwe, hoe heet zo'n ding? Een verrekijker. Die geeft ook de meters aan hoe ver het ongeveer is, zoals jullie zien. Kijk, die geeft ook precies aan hoeveel meter het is, linksonder. En we gaan vandaag lekker verder. We hebben dus de boor, wat ik het zo vaak mogelijk wil gebruiken. We hebben de 3060 Nozzle Partition. Met 6 kogels erin. En zoals jullie zien. Tjik, tjik. En het nieuwe wapen wat ik jullie net al liet zien. Als ik een call krijg of als ik een truck tegenkom, kom ik bij jullie terug. Tot straks. Nou, ik heb net een call gekregen van een vrouwtjes witstaathert. Ik zat te denken, zou ik die wel of niet meenemen? Ik dacht, ja, laat ik maar doen, want dan kan ik die nieuwe borg natuurlijk uitproberen. Het is een vrouwtje, dus als het mis is, is het geen probleem, want het levert toch geen score op. Dus op weg naar het vrouwtje. Nou, zoals jullie horen nou voetstappen. Dus er is iets in de buurt. Zoals jullie zien is ze nou daar. Dus we kunnen ook nou kijken hoeveel meter dat is. 25 meter. En de boog geeft precies exact aan welk puntje ik moet gebruiken. Komt-ie. Hoppa, in één keer door. Maar dit is de beste boog die er is. Dit is een hele stille boog. Maar als je met een wapen gaat schieten, dan heb je ongeveer dat rondom jou, zeg maar 500 tot 600 meter, jaag je alle dieren weg. Nou, met zo'n boog, dan is het hoogstens is het gewoon, ja, hoeveel zou het zijn? 10 tot 20 meter noise, zeg maar. Dus het is echt een hele fijne boog. Dus we gaan weer op zoek naar een nieuwe prooi. Tot zo. Hoorden jullie dat? Die was heel, heel dichtbij. Die is daar. Dat is een mannetje. Dat is heel mooi. En die gaan we ook proberen om met de boog neer te halen. Dus we gaan hem eerst lokken. Oh, ik zie hem al. Zien jullie hem ook al? Misschien dat hij weg gaat schreeuwen. Hoeveel meter? Het is niet zo'n hele grote. Maar het is wel een mooie. 115 tot 285. Kijk, zoals jullie zien, de boog die geeft aan welk puntje ik moet gebruiken om te schieten. Maar we laten hem eerst even wat dichterbij komen. Omdat het met de boog natuurlijk makkelijk is als die dichterbij is. Hij komt deze kant op. Als die daar is, dan gaan we hem neerhalen.
Dag. Hup. Doort. Als je echt met een boog schiet, dan vind ik echt... Ik dacht dat ik nog wat woorden. Als je met een boog schiet, dan is het echt zo gaaf om te hunten. Vind ik dan, hè. Dan is het echt hunten. Of jagen bedoel ik. Want in het echt, in het echte leven zitten mensen ook met bogen te jagen als je op YouTube kijkt. Dus nou, op zich is het best een mooie. Ik had eigenlijk minder verwacht, maar hij scoort 190. Hè? Dat had beter gekund. Maar ik heb de laatste heb ik er eentje van 380 punten had ik gescoord. Moet je nagaan wat voor groot beest dat was. We pakken even mijn wapen mee. En die moet even omhoog. Kom. Nou, ik vind dit wel een leuke voort hoor. Oh, uitzoomen kan niet. Oh, toch wel. Zo. Mooie voort hoor. En nou maar weer op zoek naar een andere prooi. Tot zo. Nou, ik zit nu al een tijdje achter een hele grote wapiti aan. Maar zoals jullie zien zijn hier allemaal vrouwtjes. Het zijn er 1, 2, 3, 4 vrouwtjes. En zoals jullie, ja, dat kunnen jullie nog niet zien. Maar ik zit dus achter een wapiti aan van 350 tot 450 kilogram weegt hij. Dus dat is best een behoorlijk groot beest. Al die kruisjes op de huntmeet, dat zijn allemaal sporen. Nou, hier voor mij is ook een spoor. Al die kruisjes betekenen dat ik een spoor heb gevonden. Kijk, zo, oh, 340 tot 450 kilo. Dat is echt heel zwaar voor zo'n beest. Dus dat betekent dat hij heel groot is. Want ik ben al een tijdje naar op zoek. Maar als het goed is, moet hij hier ergens zijn. Want daar zijn de vrouwtjes. Daar, zoals jullie zagen. Dus ik hoop dat ik hem zo meteen tegenkom. Anders maken we een van die vrouwtjes af. Dus tot zo. Ik moet nu heel erg oppassen. Want zoals jullie zien zit er voor me een vrouwtje. En als ik die laat schrikken, dan haalt hij alle mannetjes weg. En het mannetje wil ik natuurlijk proberen te vangen. Dus ik wacht even totdat ze wat dichterbij komt. En dan kan ik haar proberen te schieten. Want er zijn hier heel veel vrouwtjes, daar op de achtergrond ook al. Kijk, zoals jullie zien, die boog is zo stil dat die andere wapiti's het niet doorhebben. Die andere vrouwtjes, maar die komen nou ook allemaal deze kant op. Dus dat wordt gevaarlijk. Het zijn er sowieso al 4. Zien jullie dat? 5 zijn het er zelfs. Nou, dat wordt dus een massamoord. Nou, vind ik ook niet erg. Kan ik gewoon mijn boogskills een beetje opkrikken. Nou, zoals jullie horen, lopen ze nou in het water. Nee, als ik die schiet, dan gaat de rest ook weg. Kijk. Die zijn weg. We waren allemaal vrouwtjes, dus dat scheelt. Oeh, een dubbele longshot. Dat is een hele goed schot. Maar het is ook een hele perfecte boog. Dus even deze allemaal oprapen, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we proberen of ik dat mannetje nog te pakken kan krijgen. Waar heb ik die geraakt? Lichaam, denk ik wel, voor 3 echt lang en lever. Die heb ik ook een beetje ouwe gedaan. Maar goed, ik ga proberen om dat mannetje nog terug te vinden. Die van 340 tot 450 kilo. En hopelijk kom ik die zo meteen tegen en dan kom ik bij jullie terug. Tot zo meteen. Toevallig is die hier net. Voor mij. Ik weet niet of hem dat is, maar... Ik kan het wel eventjes kijken of dat hem is. Ja, dat is hem wel. Maar je moet even stilstaan. Gevaarlijk. Dat was geen goed schot, want ik begon een beetje te wiebelen. Dus ik hoop dat hij nou neergaat. Ik zie hem nog steeds rennen. Ik ga even kijken waar we hem hebben geraakt. Maar die was dus 400 tot 500 kilo. Dus een zwaardere dan die van net. Waar heb ik hem geraakt? In het lichaam. Ah, shit. Dus die komt... Eigenlijk best wel ver. Maar goed, ik ga het dier opzoeken en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. Tot zo meteen. Ik kwam toevallig nog een mannetje tegen daar in de verte. Dus die gaan we even callen. Kijken of we die ook nog neer kunnen halen. En dan gaan we weer achter dat mannetje aan. Die we net schoten. Dus we gaan gewoon rustig vooruit. Misschien dat die in één keer begint. Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van.
prachtig mooi geluiden staat. Maar dat is dus dat mannetje die je net zag. Die daar loopt achter het bos. Of achter het bos, achter de plant. Dus die halen we even deze kant op. En dan gaan we die even neerhalen. Kan best zijn dat hij weer gaat schreeuwen hoor. Maar hij komt wel deze kant. Zoals jullie zien, die kalers die helpen echt. Nou, hier is die. Dat is geen grote. Scoort hij 25,90. Dat schot had ik net dus ook moeten hebben bij dat andere mannetje. Maar goed. Dat was alweer de volgende. En dan gaan we zo meteen op zoek naar dat mannetje. Even kijken hoeveel die scoort. En dan ga ik op zoek naar dat mannetje die we net neer hebben geschoten. Dat was wel een heel goed schot trouwens. Poeh. Niet in het hart. Oh, 84. En een kleintje. Prestatie ontgrendeld. 50 parken Python harvested. Komt doordat ik natuurlijk die boog heb. Goed, ik heb daar weer een tractor voor. Dus als ik het mannetje tegenkom of als ik weer wat anders tegenkom, kom ik bij jullie terug. Tot zometeen. Nou, ik heb even een stukje dier opgezocht. Dus als jullie zien, geeft de huntmeet aan dat het dier dichtbij is. Want een zwarte cirkel, hoe kleiner die is, hoe dichterbij het dier is. En ik kreeg net ook een call van een zwartstaarthert. Maar die heb ik op dit moment eventjes niet nodig, want ik heb... Zien jullie hem? Ik zie hem wel. We gaan hem met de wapen afschieten en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Ik weet niet waar ik hem heb geraakt. Zoals jullie zien, zie je de pijl zitten in zijn nek. Het is wel 170-340, dat is best een mooie. Hij moet eventjes stilstaan en dan gaan we hem neerhalen. Ja, nou. Slaap lekker, vriend. Die is ook neer. Die gaan we collecten en vind ik het mooi geweest voor vandaag. Nou, ik heb deze video dus opgenomen met mijn nieuwe microfoon. Doe ik niet veel te hard. Als het geluid goed staat, laat het alsjeblieft weten in de reacties. Als jullie dit een leuke video vonden, doe dan ook eventjes zeker een duimpje omhoog voor mij. Laten we nog eventjes kijken naar deze mooie elk wat hij gaat scoren. Met de pijl in zijn gezicht. 177. Oh, ik had eigenlijk groter verwacht, maar goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video van de Hunten. En zoals ik net al zei, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En laat me ook weten of ik het geluid, het omgevingsgeluid van mijn microfoon eruit kan filteren. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!